Mensen, daar zijn we weer. Ja, op een keertje. Lekker smikkelen, smullen. Drink water. Jongens, ik heb een boete gekregen van de belastingdienst omdat ik te laat ben geweest met betalen. Vind je dat ik deze boete nog steeds niet moet betalen? Abonneer op mijn Bij 1000 abonnees erbij kan de belastingdienst lekker de f***ing krijgen. En betaal ik gewoon lekker niet. Nee mensen, serieus, subscribe. Als je abonneert op mijn kanaal hoef je nooit belasting te betalen. In ieder geval, kunnen jullie dit herinneren mensen? Oh, even terug in het verleden. Oh, wat zie ik daar? Oh, wat fladdert daar? Hoppakee, onze super Japanner. Super Japanner, die is snel. Super Japanner, terug. Boom, kom. Oh, super Japanner. Oh, super Japanner. Oh, nee. Japanner. Wereldboek. En nu is het zover. Boom, daar is hij, Nakajima, jawel. Hij heeft gewoon een speciale kaart waar hij ook kan schieten. Hij is sowieso, het kan gewoon niet anders dan dat hij ziek goed is. Dus ik heb al die SBC's gedaan. Ik ga ze nu allemaal inleveren, 1 voor 1. Waar ik erachter ben gekomen is dat dit echt zo lang duurt. En ik krijg waarschijnlijk nog poolpacks voor ook. Vind je het leuk dat ik zo'n hele competitie SBC doe? Doe zeker een duimpje omhoog. Ik ga je niet laten zien hoe ik al die dingen doe, dat heeft geen zin. Ik ga nu 1 voor 1 ga ik ze inleveren. Hutsie. Hats. Hatseflats. Hotse knots. Dikke vette huts. En de laatste huts. Oké, mensen. Ik heb hem voltooid. Yes. Het is me gelukt. Fantastisch. Nou, dan gaan we voor Bataglia. Geintje, Nakajima. Kom maar in het clubje, jawel. Oh, wat een speler. Nou, we hebben nu nog 18 packs. 18 packs. Ik zie jullie zo, zodat dat goed spekken. Ik heb een speler gepakt, die is gewoon 6k waard. Jawel. Is 6k. Waarom? Geen flauw idee. Maar zo waren een goede pack. Je gelooft het niet. Nou, dat was echt goed. Voor de pack zou ik het niet aanraden. Om Nakajima heb ik natuurlijk een fantastisch team gemaakt. Namelijk met niemand minder dan Higashiguchi op goal. Jawel. Op rechtsback heb ik Sakai. Op centerback Shoji. Met hoge workrates. Fantastisch. Daarnaast heb ik Hasebe met 43 P's. Makoto. Fantastisch. Nagatomo met 5-star weak food. Oké. Minamino. Takumi. Minamino. Fantastisch. Icon Naka. Tanto dikke mug door mijn kamer heen. Ito Nakata. Ja, ik heb de andere gekocht. Deze is beter dan die andere. Want deze is sneller. Deze is echt goed. Dit is echt een hutspeler. Daarnaast Shibasaki. En op rechtsback heb ik Ito. Ja, natuurlijk. Dan linksbuiten. Rechtsback, wat zei ik? Rechtsbuiten doe ik. Rechtsback? Op linksbuiten Nakajima. Jawel, wat een stats. En de spits, uiteraard. Hij kan niet ontbreken. Son Ronaldo, onze favoriete Japanees. Ik snap niet waarom hij geen link heeft. Zieke glitch. Maar maakt niet uit. Met dit team gaan wij. Ja, ik ga gewoon laten zien dat die Nikishaka is gewoon echt supergoed. Hij heet Nakajima, Koen. Ja, die bedoel ik, Koen. Oké, dat is goed, Koen. Nakajima. Heb ik een Japanner als coach? Ik denk het niet, hè? Dan een Japanse coaches heb ik er nog nooit van gehoord. Inoki, jawel. Wat een team. Mijn team heet Japanees. En we zijn klaar voor de allereerste wedstrijd. Laten we maar beginnen. Oh jongen, ik zweer het je. Ja, kijk, het is lullig. Maar na deze wedstrijd willen jullie allemaal Nakajima. Want die vent is zo goed. En dat ga ik nu bewijzen. Hij heeft, oh mijn god, hij heeft ook een Japanese spits. Hij heeft ook zo'n team weer. Ja, het is niet echt een probleem voor mij. Aangezien ik natuurlijk Nakajima heb. Maar wat ga ik deze belastingbrief lekker niet betalen. Zeggen, aangezien jullie allemaal geabonneerd hebben. Dankjewel daarvoor. Daar gaan we dan. Minamino. Ito op Nakajima. Jawel, daar is hij. Hop, eerste actie. Hoppakee. Gewoon balletje bij gelijk. Geen probleem hoor. Ik heb Son links buiten gezet, mensen. En Nakajima aan de spits. Oh, goede bal. Daar gaat hij in. Nakajima. Hop. Oh, ik wou hem even in de luren leggen, maar hij had het door. Dus daarom legde ik hem niet in de luren. Dit is heel slecht verdedigd. Dit is echt heel slecht verdedigd. Wat doet hij? Hij wil... Hij snapt dat ik niet zo goed ben, aangezien ik met een Japans team speel. Hij probeert nu een beetje te sparen. Ja, ik zat dus te denken, want ik ga Nakajima aan de spits zetten, weet je wel. Want dan is hij goed. Maar op linksbuiten is hij echt veel beter. Ik ga hem denk ik toch even straks naar linksbuiten delegeren. Ik denk toch dat hij daar wel een stukje beter is, om eerlijk te zijn. Hop, pak hem af. Lekker. Hij is goed weggewerkt dit. Dus, waarom ga je liggen? Waarom ga je liggen in het schapselgebied? Wat is dit? Nee! Nee! Oh, jongen. Ah, ik ga gewoon een pot winnen. Ik zweer het je. Ik ga een pot winnen. Zie je niet deze? Ah, wel deze. Mocht het nou deze niet zijn, ik ga er één winnen. Ik voel het. Allemaal water. Hé, waarom verdedigt hij mij zo goed? Oh, hij heeft 92 aan net. Die heeft waarschijnlijk wel hoge verdediging. 92 aan net, dat kan nooit trouwens. 92. Die prime zit niet eens... Of is het, nee, de prime zijn nog niet eens uit. Hoogste prime dan 94 of zo. Waar zit ik ook weer over te praten, Koen? We hebben 3-0 lief, dat is Jantje. Goed balletje op Son, door, Nakata, rechts vrij, Ito, waarom ben je zo tantoe traag, Ito? Waar staat het op? Je hebt 70 P's of zo, dat is veel meer dan Roberts. Nou, niet veel meer. 2-0 achter, ik zat dus net na te denken, dat is niet goed. Hé, ik zweer het je, hij zit er echt sterk op, man. Drebbacks hebben geen zin, dat heb ik nooit. Maar nu wel. Boom, Nakajima. Oh, op de paal. Oké, weet je wat wij in zijn Nakajima? Die is zo snel in zijn voetwerk, die heeft namelijk 150... wat een slechte sliding. Hij is knap van jou. Jantje. Nou ja, dan ben ik weg. Ja, zo ben ik dan ook alweer. Kijk, mensen, laten we er een ding van maken als je gewoon 3-0 achter staat. Gewoon rustig wegwezen, geen enkel probleem. Oké, mensen, we zijn er klaar voor. Dit wordt mijn wedstrijd. Dit wordt echt mijn wedstrijd, ik zweer het. Nakajima, legend of the game. Jawel. Dit is mijn tegenstander team. Hij heeft Zola. Schimmelk. Hij heeft wel MLP, die is wel goed. Maar als ik van een team zou kunnen winnen, zou ik wel zo'n team zijn, denk ik. Dit is al wel een team, ja. Ja. Dit moet ik, ja. Ja, oké. Kopje erbij. Soms staat hij nu gewoon in de spits. En mijn enorme smikkel Nakajima staat op linksbuiten tegenover Wan-Bissaka. Ja, daar gaat hij al. Nakajima. Die wordt echt niet bijgehouden. Hop. En weg is niet. Nee. Wegkoppen. Jongens, sinds wanneer wint een speler een kopduel? Waarom springt mijn verdediger niet? Oh, ik sta na 4 minuten weer 1-0 achter. Dit meen je toch niet? Nu krijg je echt een beeld van dat ik heel slecht ben. En met name dat Nakajima ook slecht is. Maar Nakajima is echt goed. Nakajima is echt zeer hut. Hasebe, wat ben je traag? Weg. Alleen maar voorzet. Nee. Hallo. Oh mijn god. Ze keren hem nog een keer mee anders. Wat doet hij nou? Hij gaat hem even hoog houden. Ik word helemaal gek. Ja, Ito. Geef door. Oh. Jongens, er liggen hier mogelijkheden voor mij hoor. Ik zie ruimtes. Midden. Lekker door. Steek het gevoetbald. Al zeg ik het zelf. Goed gedaan weer van mezelf. Nakata. Oh, die heb ik ook nog. Nakata gooit hem omver. Maar hij mag door. Nakata mag door. Nakata. Boom. 1-1 Nakata, wat een speler. Wat een icon mensen, koop hem nu. Nakataatje, jawel. Hidetoshi Nakata. Goed, Nakata lekker. Oké, daar gaat hij. Nakajima. Naar binnen. Nakajima, maak af. Oh, schijt die pingel jongen. Die had wel mogen zitten, ja, was wel een moeilijke bal. Ik weet niet hoeveel mensen die gemaakt hadden, welke spelers dat gemaakt hadden. Niet veel waarschijnlijk, maar ja, wel jammer. Zal je even een voorzetje geven? Ja, inderdaad. Nee. Voorzetje? Ja, deze vent heeft gewoon elke aanval een voorzet gegeven. Dit is echt te bizar voor woorden. Het is geen meta voorzet dit jaar, oké? Het is wel gewoon gelijk, hè? Ik wil niet veel zeggen, maar ik sta gewoon gelijk. Nee, keeper. Lekker keep. Prima, oké, 1-1 de rust in. Tweede helft. Dat is mijn helft. Nou, Nakajima, laat maar zien, jongen. Daar heeft hij de bal. Hop, en hij neemt hem mee en is er gelijk langs. Hoppakee. Ah, raakt hem toch wel kwijt. Ja, dat is wel jammer. Ik moet zeggen, tot nu toe voelt dus een normale kaart beter aan. Maar daar kan natuurlijk allemaal verandering in komen. Bijvoorbeeld als je straks ineens toch die 3 goals erin schiet. Nee. Oh, man. Son is een slechte aanname. Ik zou bijna denken dat hij op 5 cameras speelt. Of 3 of zo. Hoe speelt hij op 3, hè? Daarom speelt hij natuurlijk zo slecht. Ik zat te denken, waarom is Son zo slecht? Gaan. Ito. Nakata. Boom. Nakata, natuurlijk. En zagen jullie die loopactie van Nakajima aan de linkerkant? Dat was niet normaal. Dat was echt niet normaal. En Hidetoshi Nakata maakt hem gewoon weer. Wat een speler. En wat dachten jullie dat deze video om Nakajima zou gaan? En wat gaat hij uiteindelijk toch om Nakata? Want wat een speler is dat, hè? Wat een bal. Ren door. Oh, Nakajima. Boom. Wat een actie van Nakajima was daar gewoon voor. Wat een speler, Nakajima. Moet je kijken, Shoya. Nakajima, heerlijk. Daar gaat hij. Nakajima voorzet. Oh, de gevaarlijke voorzet. Daar gaat hij weer. Geen gezeik. Oh, wel gezeik. Nakajima, goed. Nakajima, doe maar finesse door die verre hoek. Kijk maar, dit is niet normaal. Zagen jullie dat, jongens? Zagen jullie deze goal van Nakajima? Ik zweer het je, hij is goed. Zagen jullie hoe hard dat finesse shot was? Leek wel een power shot als een finesse shot. Wat een speler. Hop, naar binnen. Boom! Kijk hoe hard! De camera kan niet eens volgen. Oh, Nakajima. Oh, Nakajima. Oh, Nakajima. Son, doe maar door op Nakata. Nakata, leg terug. Op Inui. Ik had gewoon moeten schieten. Ja, voor de hattrick. Jawel, natuurlijk. Die mist namelijk niet. Nakajima voor zijn hattrick. Hij is goed. Want daar gaat hij weer. Oh mijn god, zo goed meenemen. Oh! Nakajima! Boom! Oh! Wat een wereldgoal is dat geweest. Nakajima. What a player. Het is niet normaal. Oh, schaartje. Oh, trackback. Oh! Nakajima! Doe het! Oh! Fluit maar. Nou, zit je op de vrouwtje te scheidsrechter? Ah, toch nog even voorzetten. Want waarom zou je een keer schieten? Als je ook kan voorzetten, inderdaad. Je hebt helemaal gelijk. Mensen, een 10 voor Nakajima. Het is terecht. We gaan hem nog een pot doen. Want ja, kijk. Maar als Poos zou ik zeggen van, kijk, nu nok ik ermee. Want dan denk ik van, oh, ik heb echt ver boven mijn stand geleefd. Dus ik heb het echt veel beter dan ik eigenlijk had kunnen doen. Maar ik ben zo overtuigd van de kwaliteiten van Nakajima. Dat ik ben van, luister, dit gaat gewoon helemaal goed komen. Ik kom tegen een team met Ronaldo en Nesta en Piqué Scream en Salah en Info Mané. En ah, natuurlijk. Flauw. Ik bedoel, goed van jou. Knap. Met Ronaldo en een van Mané. Ja. Oh, wat een goal. Deze man met... Ik herhaal het nog een keer. In van Mané, Ronaldo. Oh, nee. Ja, triest. En die kon eigenlijk niks. Oh nee. Ik vind Piqué zo slecht. Serieus, leg hem af, leg hem af, leg hem af. Goed man, goed voor jou, goed voor jou. Echt goed gespeeld. Ah, wauw, er zijn 5 in voor een Japans team. Kom op, snel. Probeer nog een goaltje erbij te krijgen voor je goal ratio met Ronaldo. Ja, ja, lekker voor je. Mis, lekker mis. Mensen, helaas heb ik deze wedstrijd verloren. Wel een wereldgoal gemaakt weer, al zeg ik het zelf. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Nakajima, als je nou de coins over hebt. Ja, wie ben ik nou om te zeggen dat je het niet moet doen, maar ik zou het doen. In ieder geval, ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. Vond ik het leuk, vergeet niet te liken, abonneer op mijn kanaal. Dan hoef ik deze belastingbrief niet te betalen en dat vind ik fijn. Dankjewel, ik zet de groeten en ik zeg, doei doei. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn timing was of beat, een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Steeds sneller voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling.